moet eigenlijk alles vergeten wat je ooit gehoord hebt over storytelling. Laten we daar maar meteen mee beginnen. Vergeet alles wat je weet over storytelling, maar daar ga ik zo meteen over verder. De insteek van marketing, en daar vind ik het erg leuk om met marketingmensen in een zaal te zitten met dikke muren waar je moeilijk uit kunt ontsnappen, is dat marketing het einde heeft bereikt van wat ze kan bijdragen aan organisatiesucces. Alle marketeers die ik spreek zijn in een zekere mate van wanhoop, machteloosheid. De trucjes werken niet meer. Er is hyperconcurrentie, er is categorievervaging. De innovatie van gisteren is vandaag al ingehaald, is morgen achterhaald. Bovendien leven we in een hele complexe crisis, die meer is dan een financiële crisis. Een enorme vertrouwensbreuk geslagen in de public opinion, de publieke bewustzijn. En laat vertrouwen nou precies dat ding zijn wat onze economie doet draaien. Daar heeft Fukuyama jaren 10, 15 geleden Trust, een heel dik boek over geschreven dat iedereen in zijn boekenkast heeft en niemand gelezen heeft. Ik ben zelf ook niet verder gekomen dan de inleiding, maar ik weet dat trust een onontbeerlijk fundament is voor een economie. En voor een bedrijf. En voor een merk. En dan kun je in deze situatie kun je poetsen aan de schil wat je wilt. Je perceptiemanagement, je imago, je merk. Aan consumentengedrag gaan tweaken. Je hoop projecteren op social media. De nieuwe messias, social media. Rondom storytelling is ook zo'n hype ontstaan. Van dit gaat ons redden. De akelige, maar louterende waarheid is dat de bal gewoon weer binnen ligt. Bij leiderschap. Bij de organisatie. Wie willen we zijn? Waar willen we naartoe? Hoe gaan we er komen? Waar staan we voor? Waar gaan we voor? Want in marketing zitten twee weeffouten in het marketingperspectief. En die wil ik met jullie delen. De eerste weeffout in het marketingdenken is competitive differentiation, concurrentievoordeel behalen. De andere weeffout is customer satisfaction. Ga ik twee vragen stellen en daar wil ik een eerlijk antwoord op. Ik wijs gewoon willekeurig iemand aan. Als jij jouw strategie baseert op sneller en slimmer en beter zijn dan jouw buurvrouw, wie heeft dan werkelijk de regie over jouw lot? Rembrandt, onze beroemdste schilder, is de beroemdste schilder en een van de beste schilders. Niet omdat hij zo goed weet hoe hij kleur op dat canvas krijgt, maar omdat hij weet hoe hij een verhaal moet vangen op een tweedimensioneel beeld. Rembrandt is een storyteller, is een verhalenverteller. En hij vertelt het verhaal met beeld. Je kunt ook verhalen vertellen in theater, film, televisie. En dan heb je geen storyteller. Je hebt niet iemand die het verhaal vertelt. Storytelling op film, televisie en theater, nu wordt het interessant voor business, is een hele specifieke manier van verhaal vertellen. Dat noemen we drama. En dat woordje drama komt uit het Grieks. Dat betekent handelen. En film, theater, televisie, dat is een verhaal dat verteld wordt door het handelen van de personage. Ik heb ooit een klant gehad, lang geleden, die had marktonderzoek gedaan. Vacuüm voor klanten die marktonderzoek doen, met alle respect. En het was een nogal anoniem Japans automerk. En de marketingdirecteur die had ontdekt dat grappige mensen meer vrienden hadden. En met deze key insight kwam hij mijn kantoor binnen. En hij zei, meneer Ramsey, wij hebben meer vrienden nodig. Ja, klopt. Mensen die grappig zijn, hebben meer vrienden. Ik zeg, nou, ja. Vertel mensen dat ze grappig zijn. En voordat ik er erg in had, antwoordde ik, there's a difference between the man who says he's funny and the man who makes you laugh. Er is een verschil tussen de man die je vertelt dat hij grappig is en de man die aan het lachen maakt. Wat René net vertelde, we zetten nu blad in, het is een avontuur. Dat woordje avontuur, dat is een verhaalkundige vorm. Dat gaat avenieren. Dat is een verhaal dat verteld wordt, bepaald wordt door een doel in de toekomst. Dat is corporate story. Een verhaal dat een organisatie in beweging brengt naar een doel in de toekomst. Het is niet een reclamefilmpje. Het is niet Jochem die op een congres staat te vertellen over de geschiedenis van de Rabobank. Dat is gewoon een commercial. Dat is een talking head en hij heeft het over het verleden.
Maar verhaal gaat over de toekomst. Dat is het eerste. Tweede, wat ik theoretisch nog kwijt moet, is dat het verhaal zelf een cognitief construct is. Het zit tussen de oren. Dat niet pakken. Het is een hele specifieke manier om informatie te organiseren en te transformeren in betekenis. In de literatuur wordt gesproken, er wordt dit voorbeeld gebruikt. De koning ging dood, toen ging de koningin dood. Is dat een verhaal? Nee, dat is een volgordelijkheid. Oké, zeggen de theoretici. We geven een ander voorbeeld. We kunnen causaliteit aan toevoegen. De koning ging dood, toen ging de koningin dood van verdriet. Dan heb je een oorzaak toegevoegd aan die keten van gebeurtenissen. Nou, sommige mensen zeggen, nou dat is voldoende, een oorzakelijkheid. Andere mensen zeggen, nee, er ontbreekt iets heel belangrijk voor wat een verhaal maakt. Het voorbeeld is, de koning ging dood, toen ging de koningin dood van het lachen. Meestal lachen mensen, vandaag niet. Maak verschil tussen het verhaal en de vertelling. Het verhaal is een cognitief construct. En dit is ook de primaire manier waarop we betekenis en zin geven aan wie we zijn en wat we doen. En uiteindelijk gaat het verhaal over betekenis en zin geven. Orde scheppen in de chaos. Richting geven aan het geheel en betekenis en zin geven aan wie wij zijn en wat wij doen hier op aard. De oerfunctie, de kernfunctie van het verhaal is betekenis en zingeving. Volgende stap is dat het verhaal twee registers heeft, twee logica-registers heeft waarmee ze dat doet. Personage en plot. Dat weet je nog van de middelbare school. Personages. Nou, personage zorgt ervoor dat ik me kan identificeren, vereenzelvigen met wat er in het verhaal gebeurt. Plot, de zingever van ontwikkelingen, zorgt ervoor dat ik kan volgen wat er in het verhaal gebeurt. En deze twee narratieve functies, verhaalkundige functies, identificatie, associatie, vereenzelviging, participatie, motivatie, die zorgen voor uiteindelijk audience engagement. Dat ligt op verhaalkundig niveau. Niet het feit dat je een verhaaltje vertelt, ligt op verhaalkundig niveau. En dat principe van audience engagement, je kunnen vereenzelvigen met het karakter van een merk, de plot van een merk, zeg maar de propositie van een merk, wat heb ik aan ze? De bestaansreden, bestaansrecht. Dat maakt dat een merkverhaal zo belangrijk is voor een merk. Een corporate story dat medewerkers zich kunnen identificeren met het karakter van de organiseren en weten waartoe ze op aarde zijn en waarom ze elke dag dit werk doen, is van cruciaal belang voor organisatie, identiteit en cultuurkracht. Dit hebben we gemeten en onderzocht. Wat ik hoorde ooit, een motto: binnen beginnen is buiten winnen. Lang verhaal kort te maken, cultuurkracht, doelgerichte verbondenheid, een eensgezind streven naar gemeenschappelijk en hoger doel, bepaalt 70% van je organisatiesucces. Zeker in onze economie. Ook in de maakindustrie. Dus binnen beginnen is buiten winnen, cultuurkracht, urgentie, sense of urgency. Engagement, een verbondenheid met het karakter en de doelen van de organisatie. En de grootste bijdrage aan cultuurkracht is trots. En trots betekent dat wij weten dat we een waardevolle bijdrage leveren aan het welzijn van de mensheid, de samenleving, de markt en onze klanten. En dat betekent dat we daar een proactieve, initiërende rol in spelen. Zo werk ik met verhalen, maar dit is theorie. Dus vandaag heb ik een aantal cases meegenomen die ik met jullie wil delen. Ik wil nog kort iets vertellen over hoe ik daarbij gekomen ben. 30 jaar geleden was ik na een mislukte studie psychologie, waarin ik antwoorden zocht op grote levensvragen. Wie ben ik? Wat doe ik hier op aarde? Ik ben een christen uit het islamitisch land, Egyptenaar in Nederland, Europeaan in Amerika, identity issues. Ik denk, psychologie, geef mij die antwoorden. Ik kwam bedrogen uit. Letterlijk met mijn ziel onder mijn armen liep ik. Mijn familie is naar Amerika geëmigreerd. In Los Angeles, rond de dag voor het vertrek in een boekwinkel. Ik kom bij een rek, het heet Film and Performing Arts. Alsof mijn handje een eigen leven leidde, pakt het een boek. En dat heette Screenplay. Dat ging over scenario schrijven. Bliksemslag, donderslag. De antwoorden die ik zocht, die stonden in dat boek. En ik besefte op mijn 21ste, het leven is een verhaal. Dus als ik weet hoe verhalen werken, dan weet ik misschien hoe het leven werkt. En dan krijg ik mijn eigen leven misschien ook op orde.
Toen kwamen we terug, 1982, tweefasestructuur. Ik zie een aantal mensen die dat meegemaakt moeten hebben. En je mocht ineens alles studeren wat je wilde. Ineens was er een nieuwe studie, filmwetenschap. Met een nieuwe discipline, narratologie, verhaalkunde. Dus ik ben erin gedoken. En ik had één vraag, hoe werkt Hollywood? Wat is de logica van dat succesverhaal? Hoe komt het dat overal ter wereld dat verhaal resoneert? Ongeacht cultuur, herkomst, achtergrond, et cetera. Wat is de logica van dat succesverhaal? Dat bracht mij naar, door studie, achter verhalen ligt mythologie. Dat is een belief system, cultural belief system. Elke cultuur heeft er één. In Europa hebben we de Griekse mythologie. Vooral Oedipus, die heeft Freud weer gebruikt. Opkomst en ondergang van een gemankeerde held door zijn eigen hybris, arrogantie. Maar Hollywood vertelt een heel ander verhaal. Dat is niet een opkomst en een ondergang, dat is een vallen en een opstaan. En dat wordt vervat in American Dream. Dat gaat over een held die leidt en strijdt voor een goede zaak, die obstakels overwint, het kwaad verslaat, redding brengt voor een begunstigde, zijn geliefde of zijn gemeenschap. En redding brengt en de erkenning verdient die hij al dan niet krijgt. Totaal anders. Dus ik zat in The American Dream, de mythologie, waar komt dat vandaan? In de 16e eeuw, Horatio Alger, dat is een heel oud verhaal. En toen was het 1985. En toen veranderde Coca-Cola haar smaak. In april 1985. En ik heb daar familie wonen, dus we hadden contact. En ik heb daar jaren later nog een boek over geschreven. Dus wat ik hoorde, kwam ik in 1992 tegen in een boek. En daar brak een revolutie uit in Amerika. Er waren marches on Washington naar het Witte Huis. Er werden brieven geschreven naar de New York Times. En in een van die brieven stond: Coca-Cola is the American dream in a bottle, you don't mess with that. Het had ik weer zo'n epiphany. Mensen kopen geen producten, maar verhalen. En we kopen geen merken, maar mythen en archetypen die door die merken belichaamd worden. Nou, toen had ik mijn scriptie af. Ik heb die noot gekaakt. Ik weet hoe Hollywood werkt. En toen kwam ik in de reclame terecht. Eerst in marktonderzoek. En mijn eerste opdracht was firma Bols. Jägermeister. Moet dat hert op het logo of niet? Ik kreeg een stapeltje rapporten voor me. Lees maar hoe dat moet. Merk, perceptie. En ik mocht interviewen. Nou ja, je merkt, ik praat makkelijk. Luisteren is een ander verhaal, dat moet je dan ook leren. 12 mensen geïnterviewd. En toen had ik een lijst van eigenschappen. En zo deed het al. Zo al die merkrapporten, allemaal lijsten van merkwaarden en organisatie. Je kent het wel, die lijstjes, bullet points. Maar wat doe je met zo'n lijstje? Wat is de prioriteit? Wat is de samenhang? Wat is de oorzaak? Wat is gevolg? Wat is synchroniciteit? Wat betekenen die? Toen deed ik wat ik geleerd had in screenwriting en storytelling. Ik maakte er een personage van. En ik heb dat rapport onlangs gevonden. En ik heb het hier niet bij me. sorry, in de haast heb ik hem in de auto laten liggen. Hij zat hierachter. Het kwam er kort op neer dat ik al die kwaliteiten bundelde. En van dat hert een nobel personage maakte. Wiens kracht hem bewonderenswaardig maakte. En wiens kwetsbaarheid hem herkenbaar maakte. En ik zal zorgen dat... Oh, hij zit in de PowerPoint-presentatie die zo meteen een slide. Dan kunt u die hele tekst nog eens lezen. Ik deed wat ik kon. Maakte er een verhaaltje van. Toen kwam de baas van mijn baas binnen en zei: nou, dit is het mooiste wat ik ooit gelezen heb. En toen dacht ik als jonkie, nou, doe ik het voortaan altijd zo. Ik kwam er ook achter dat ik die dingen niet wilde onderzoeken, die commercials en die concepts en die storyboards. Want ik was afgestudeerd op het Hollywood systeem. Stimulus, respons. En een commercial van 30 seconden, ik wist precies waar de fouten lagen. En ik hoorde dat er een vak was dat account planning heette, merkstrategie. Ik denk, nou ga ik dat doen. Dus met de arrogantie van de jeugd solliciteerde ik bij het grootste reclamebureau dat er was, FHV BBDO. En daar mocht ik aan de slag. Mijn eerste case daar was een nieuw koffiemerk voor Douwe Egberts. Ik liep het dossier in, het archief in. En ik zag dat Douwe Egberts al 10 jaar
tevergeefs geprobeerd had internationaal te gaan. Maar ik begrijp dat wel, dat pakje troost, dat is een Nederlandse variatie op een thema. Maar de Italiaanse espresso, die American Mugger Joe is iets anders. Arabische koffie, Turkse koffie, Griekse koffie, zijn allemaal andere, allemaal verhalen. Verschillende verschijningsvormen van hetzelfde wezen. Dus ik denk, ik duik, wat is het verhaal van koffie? Wat is de ziel van koffie? Lang verhaal kort te maken. Dit staat in het boek Branding. Redactie Andy Mosmans op pagina 172. Het is eigenlijk ook het enige hoofdstuk dat je moet lezen, dit verhaal. Uit dat boek. De geboorte van een nieuw koffiemerk. Ik traceerde de geschiedenis van koffie. En dat begint met een schaapherder. Die een pot water had staan koken onder besjes. Besjes, een bosje, een struik. En die besjes vielen aan het kokend water. En hij wordt een beetje groggy wakker. En hij drinkt die. Dan moet je je voorstellen dat je voor de eerste keer in je leven, na een nacht flink doorhalen, een liter ristretto doordrinkt. Probeer je daar een voorstelling van maken. Kun je voorstellen? Hij overtreffende trap van Holle. Hij holde het dorp in. Extreem alert. En hij had een magisch drankje gevonden. En al snel verspreidde het verhaal zich. Dat door het drinken van dit drankje je 50 krijgers kon verslaan. En 50 vrouwen kon bevredigen. 7e eeuw. Koffie, Viagra avant la lettre. 20e eeuw, koffie gepositioneerd als gezellig. Hoe zijn we gekomen van Viagra avant la lettre naar care and togetherness? Dus ik traceer dat spoor en dan kom in de 17e eeuw kom ik een gedicht tegen van de Franse staatman Talleyrand. En hij beschrijft een lofdicht. Hij beschrijft een recept voor koffie. Koffie is heet als de hel, zwart als de duivel, rein als de liefde, rein als een engel, zoet als de liefde. En in die twee dimensies herkende ik de twee karakters van koffie. De twee dimensies van koffie. Dat libidineuze, agressieve, energieke van de oorsprong. En het sociale ritueel dat het door de Weense, Italiaanse en Franse koffiehuizen is geworden. Intussen keek ik om mij heen en zag ik dat alle cafés die ik frequenteerde, de percolator, de druppelkoffie, hadden vervangen door een espresso-machine. Dus kennelijk had dat soort koffie een krachtiger effect, krachtiger impact, resoneerde dat meer dan die druppelkoffie. Dus mijn advies was heel simpel. Koffie is niet alleen gezelligheid, maar het is ook hartstocht en vuur. En individueel. Dat ging het systeem in, want ik was een junior, dus nul macht of invloed. En 3 maanden later liep ik in de Albert Heijn en ik zag ineens Caffego in de schappen staan. En een commercial, Spelens met vuur, koffie die gepositioneerd werd als passie en vuur. Het individuele aspect, en daarom claim ik hier aan plein publiek de geestelijk vader te zijn van Senseo. Daar zijn ze 30 jaar later mee naar buiten gekomen. En hebben ze het geprobeerd in de jaren 90 om koffie individueel te maken. Maar pas met zijn zeeën zijn ze erin geslaagd. Een verhaal en een vertelling. Ik heb een verhaal van koffie, heet als de hel. Dat is de kern van het verhaal. Hoe wordt het verhaal verteld? Ik heb een merk, dat heet Caffego. Wat wordt er over dat merk verteld? Spelers met vuur, passie. Wat niet verteld werd is, koffie is heet als de hel, zwart als duivel, rein als een engel, zoet als de liefde. Nogmaals, ik zei het al eerder, dit heeft te maken met identiteit, met betekenis en zingeving. Wie je bent is niet wat je vertelt, maar wat je doet. Identiteit is een verhaal dat je schrijft met je karakter, plot met je keuzes, vertelt met je daden. Nu fast forward ik naar een van mijn laatste cases in reclame, dat is de merknaamverandering Smith's naar Lees. Voordat ik dat vertel, zijn jullie nog met me? Nog interessant? Ik ga niet te snel. Niet snel? Sneller? Ja, sneller? Oké. Okay. In 2000 besloten de krachten en de machten die heersten over Frito-Lay
dat Smith's Chips de Coca-Cola onder de chips moet zijn. Wat ironisch is aan zich, want Frito-Lay is de baas van Pepsi-Cola. En Nederland moest eraan geloven. De merknaam moest veranderd worden van Smith naar Lees. Ik had het geluk en het genoegen om met een moedige, ondernemende marketingdirecteur te werken, Hans Blom. En die zei, we gaan ervoor. Toen was de vraag, want zoveel merknaamveranderingen waren er niet geweest in die tijd, behalve Raiders naar Twix. Hoe pak je zoiets aan? Nou, ik deel even het stappenplan. Allereerst wilden we weten wat de hechting was, attachment, van het publiek. Shoppers zitten 45, dat weet je helemaal wel. En daarin hadden we twee scenario's, strategische scenario's ontwikkeld. Cold turkey, operant conditioneren. Als er geen hechting is, geen emotionele hechting is, dan is het gewoon een dienstmededeling, informatie. Als er een hechting is, dan betekent dat we mensen moeten leren omgaan met die verandering. Operant conditioneren. Want kennelijk heb ik toch iets opgestoken van die 2 jaren psychologie. Dat hebben we gedaan. We hebben eerst gemeten wat de hechting was aan de merknaam Smith's. Er was emotionele hechting. Er was een emotionele verbondenheid. Iedereen herinnerde zich met liefde en nostalgie dat er vroeger een zakje zout bij zat. Maar in tegenstelling tot Coca-Cola, Douwe Egberts, Albert Heijn, had me niet zo bezwaar als het een andere naam zou krijgen of zo. Van Douwe Egberts, Albert Heijn, Coca-Cola moest je afblijven. Dus nu wisten we dat het operant conditioneren moest zijn. Nou, een van de meest effectieve didactische instrumenten is een verhaal. Dus het komt weer bij storytelling uit. En de kernvraag is, maar wat is het verhaal? Laat staan, hoe gaan we dat vertellen? Wat is hier het verhaal? Ik wist de achtergrond. Ik wist de redenen waarom Frito-Lay besloot en waarom Smith daarin meeging. Maar mijn redenen zijn niet noodzakelijkerwijs voldoende voor jullie om het omarmen. Dus ik wilde weten onder welke condities de consument deze merknaamverandering niet alleen rationeel zou accepteren, maar ook emotioneel zou omarmen. Dat is engagement. We hebben een onderzoeksbureau ingehuurd en ik heb een paar hele strikte instructies gegeven. Eén instructie was, na de opening en de welkom, is je enige mededeling, Smith gaat haar naam veranderen in Lees. Weersta de verleiding om uit te leggen, meer te vertellen, nee, dit is de dienstmededeling. Smith verandert haar naam in Lees. Er kunnen een paar dingen gebeuren. Als de consument waarom vraagt, dan is jouw reactie, ik weet het niet, wat denkt u? Dat is een associatieve oefening. Al dus geschieden. We hebben meer dan 100 consumenten op deze manier bevraagd, single en focusgroups. En het onderzoekbureau kwam terug met 50% is voor en 50% is tegen. Maar ik hoorde iets anders. Ik hoorde twee verhalen. De consumenten die tegen waren, waren ook de consumenten die als reden aangaven voor deze verandering dat Smith's frauderende directie had. Dat de aardappeloogst mislukt was. Dat er gif in het product zat. Dat het failliet was. Dat het gered en overgenomen moest worden. Ik hoorde een tragedie. Opkomst en ondergang van een gemankeerde held. De consumenten die het accepteerden, cognitief, affectief en co-intentie en al dat soort elementen, die het accepteerden, die hoorden iets anders. Die vertelden mij een ander verhaal. Die vertelden mij, ja, dit is zo goed. Het is net als Paul Verhoeven en Femke Jansen die naar Hollywood gaan. Dat werd het verhaal. Wereldwijde kwaliteit verdient een wereldwijde naam. Omdat internationalisatie de trigger was, en daar heb je wel gelijk in, je moet een trigger afgeven en de consument maakt er een verhaal van. Dus je moet niet alles uitspellen. Dus je hebt gelijk. Ja. We hebben de neiging, ik ook, zeker als ik vertel over dit, om alles te willen, maar je moet juist zo min mogelijk vertellen, witte plekken overlaten. Je moet het wel inkaderen.
dat wat een goed verhaal doet. Het schept de kaders, waardoor je de ontvanger niet dwingt, maar wel beperkt in hoe die het invult. En dat is het verschil tussen informeren, instrueren en narrativiteit. De enige prikkel die wij gaven in de campagne, toen hadden we nog Marco Borsato, die vertegenwoordigde de continuïteit van het merk. Maar in plaats van dat hij zijn avonturen, en dat was de onweerstaanbaar campagne. Chips is zo onweerstaanbaar dat je er oude vrouwtjes voor omver slaat. Dus die campagne. In plaats van zijn avonturen in Nederland, beleefde hij diezelfde avonturen in Europa. Internationalisatie. Dit is uitvoerig getest, posttest, gedurende de verandering. En volgens Frito-Lay en PepsiCo de meest succesvolle naamverandering. Alle targets zijn gehaald, boven alle verwachtingen. En het enige dat we verteld hebben, het enige signaal dat we hebben afgegeven, is internationalisatie. Wereldwijde kwaliteit verdient de wereldwijde naam, was het verhaal. Want story is strategy. Hoe we het verteld hebben, is Marco Borsato op reis door Europa. Wat beoogden wij ermee het signaal internationalisatie af te geven? Had je deze conclusie ook kunnen trekken zonder onderzoek? Nee. Onderzoek was wel. Kom je uit de onderzoekswereld? Nee. Nee, omdat je inleiding was toen geen onderzoek. Dus, nee, 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 tuurlijk. Dat je wel weer onderzoek aan was had. Nee, onderzoek is handig. Kennis is handig. 50% is voor, 50% is tegen. Kan ik niks mee. Want wat heb ik eraan? Ik moet een strategie ontwikkelen. Ik moet beslisbaar kunnen. En 50% voor, 50% tegen kan ik niks mee. Wanneer ik weet wat het verhaal is dat de consument zichzelf vertelt om het te accepteren, ja, daar kan ik er wat mee. Toevallig klopt het ook. Alleen dat wist de consument niet. En dit is ook niet een verhaal wat je vertelt omdat het zo corporate en zo oninteressant is. Maar in 1992 had Frito-Lay Smiths overgenomen. En tussen 92 en 2000 hebben ze zwaar geïnvesteerd in de kwaliteit van het aardappelzaad, de kwaliteit van de grond, de kwaliteit van de boeren, de kwaliteit van de oogst, de kwaliteit van het schillen, de kwaliteit van de olie, de arbeidsomstandigheden. Ik heb dan een rondleiding gehad in die fabriek. Ze hebben de piepersnijercampagne ergens mid 90 jaar. Dus dat verhaal wereldwijde kwaliteit verdient de wereldwijde naam. Dat klopt ook, omdat Smith's Chips begin jaren 90, qua marktaandeel gelijk was met Kroki, maar ook de productkwaliteit zelf, en ze hebben daar manieren om dat te meten, beduidend is verbeterd in die 8 jaar, door de kennis en kunde die Frito-Lay heeft over potatoes. Ik heb een dag lang college gehad door zo'n piepersnijder uit Texas. What I'm going to tell you about potatoes. Forget everything you've ever heard about potatoes. We don't slice potatoes in 0.3 millimeters or 0.2 millimeters. No, we slice potatoes 0.235 millimeters. You know why? Because that's how you get the best quality potatoes. We don't fry them in 172. We don't fry them in 174. We fry them in 173.7. You know why? That's how you get the golden standard. Een hele dag lang. Fascinerend. Het is fascinerend. En hier kan ik nog meer verhalen over vertellen. Dus op het keerpunt tussen brand story en corporate story had ik het ministerie van Vrom. Die kwamen letterlijk binnen. En er is niets fijner dan een klant die weet wat hij nodig heeft. Help, zei hij. Robert Jansen van Volksgezondheid. Nee, niet Volksgezondheid. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Wij weten niet wie wij zijn. Wij zijn 3 afdelingen die bij elkaar gegooid zijn om onduidelijke redenen. We vechten elkaar de tent uit. We zijn een rivaliteit in competitie voor aandacht en erkenning en budget van de minister. De sfeer is verschrikkelijk. Goede mensen gaan niet weg. Ik heb geen idee hoe ik nieuwe mensen moet recruteren, want waar ben je van? En dit kost ons het allerbelangrijkste dat we hebben. Politiek kapitaal, onze geloofwaardigheid. We hebben een identiteit nodig. We weten niet wie we zijn. Nou, die kwam op mijn bord. Intussen had ik al zo'n 15 jaar ervaring met het toepassen van verhaalkunde op merkidentiteit en organisatieidentiteit. Ze gingen aan de slag met ze.
En aan de slag betekent praten, lezen, nadenken, sparren, debat, discussie, dialoog, gedeelde kennis, gedeelde waarheid, gedeelde inzichten. En dan een twist, want je moet wel iets doen, je moet niet samenvatten wat mensen gezegd hebben, je moet wel duiden en in een hoger kader plaatsen. Op een bepaald moment had ik hem. Het is ook inspiratie. Ik weet niet waar het vandaan komt. Ik had net een huis gekocht, 2000. En ik wilde renoveren. En ik had een architect gevraagd om rond te kijken. En iemand die zei en deed dingen die mij deden denken aan wat ik gelezen had over RIVM. En wat ik overal terugkwam, bij het FROM bedoel ik, is ruimtelijk inzicht. Dat kwam, overal kwam dat terug. En toen zocht ik dat op het internet, ruimtelijk inzicht. Spatial intelligence, een van de 8 intelligentietypes die een psycholoog aan Harvard Universiteit ontdekt had. En toen was mijn vraag, hoe maak ik daar een personage van? Weet je nog, met dat hert? Hoe maak ik een personage van ruimtelijk inzicht? Hoe maak ik daar een archetype van? Dus ik zie de architect lopen en ik denk, ik heb het. Ik riep iedereen bij elkaar. Intussen had ik wel macht en invloed om vergaderingen te beleggen en mensen bij elkaar te krijgen. En daar zaten ze, de afgevaardigden van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Ik zeg, vrienden, ik kan lang en moeilijk... Welkom. Ik begin helemaal overnieuw. Hallo. Dus ik riep de club bij elkaar, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Ik zeg, ik kan een heel lang verhaal houden, heel strategisch. Reclame, strategisch verhaal, maar volgens mij komt het hierop neer. Jullie zijn de architect van het huis dat Holland heet. En jullie zorgen voor mooiere leefomgeving. En eigenlijk ben je niet het ministerie van Vrom, maar het ministerie van Vorm. En ik zal nooit vergeten hoe ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en milieu elkaar aankeken. Alsof ze thuis kwamen in een huis dat groter was dan de kamers van waaruit ze elkaar bevochten. En het akkoord werd onmiddellijk gegeven. Onmiddellijk ja. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Maar nu, ik wilde naar binnen. Ik wilde die organisatie daarmee inspireren, motiveren. Maar ik werkte bij een reclamebureau en die wilde naar buiten. Dus daar zijn onze wegen gescheiden met de narrativity begonnen. Maar nu had het reclamebureau een personage in wiens schoenen ze konden staan. Als wij de architect van het huis zijn dat Holland heet, hoe denkt die architect? Wat voelt die architect? Wat is het motto van die architect? Nou, die architect van het huis dat Holland heet, die denkt maar één ding. Nederland is klein, denk groot. En dat werd de payoff van de campagne die jaren gedraaid heeft. Wat was dan het archetype dat erbij loopt? Architect. De architect van het huis dat Holland heet. Weer een verhaal, is een campagne, Nederland is klein, denk groot, is het verhaal was, en daarom zei ik eerder in het begin, het verhaal is personage en plot, dat zijn de kernelementen. Het verhaal is niet een lap tekst, het verhaal is niet interessante gebeurtenissen achter elkaar, dat is een manier om een verhaal te vertellen. Maar wat de motor van een verhaal is een personage, driedimensioneel, vierdimensioneel personage, een plot. Elk verhaal kent een held, een schurk, een slachtoffer, een begunstigde, een heilige graal. Dus dat personage moet ook heroïsch zijn. Een heroïsch personage dat een heilige graal nastreeft. De architect van het huis dat Holland heet. En zorgt voor mooiere leefomgeving. Het valt jullie niet op, maar het woordje mooi. In de jaren 90, politiek, gekoppeld aan volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu. Dat was een enorm controversieel begrip. Het idee van esthetiek in ruimtelijke ordening was enorm controversieel. Dus daar het woordje mooi in hangen, daar had je een ingebouwd conflict in. Een ingebouwde strijd. En een held is iemand die leidt een strijd van goed doel. En die obstakels overwint en kwaad verslaat. Begon narrative die vrij snel daarna kwam verkeer en waterstaat. Het verhaal wilde dat Camille Eurlings met de vision statement langs de communicatieafdeling was gegaan. Spreekt hier iemand Limburgs? Maastrichts? Kom, niet verlegen. Nee? Ja? Nee, ik ben
Nee? Dan doe ik mijn best om het na te doen, maar het schijnt dat hij gezegd heeft, die krijg ik nu op mijn bek. Dit krijg ik niet uit mijn bek. Zoals jullie allemaal weten, vision statements zijn niet visionair. Mission statements is een accurate taakomschrijving. Ik heb nog nooit een visionaire vision statement gelezen of een missionaire mission statement. De mission statement van het ministerie van Verkeer en Waterstaat was, hou je vast, dit gaat ook jullie pijn doen. We bouwen dijken, we bouwen wegen. Dat was de mission statement. We bouwen dijken, we bouwen wegen. Camille Eurlings moest voor een internationaal publiek een speech houden over bestaansrecht of the Ministry of Traffic and Transport. Die kreeg ik nu uit mijn bek. We werden bijgehaald van een driedaagse pressure cooker in een hotelletje. Vijfster hotel in Den Haag. Goed eten, goed drinken. Is belangrijk. En dat pressure cooker. Niemand mocht weg tot we de nood gekraakt hadden. En dat waren lange dagen. En ik heb een methode ontwikkeld om heel snel tot een verhaal te komen. Want toen ik begon, dacht ik, laten managers verhalen vertellen. Nou, het spijt me. 8 van de 10 managers is gewoon niet in staat om een coherent verhaal te vertellen. Laat staan puntig en bondig. Dus weer een illusie armer en ervaring rijker. Ik moet graven en hele specifieke vragen stellen en modellen laten zien om die managers mee te krijgen. Nou, die heb ik toen gebruikt. En aan het einde van de dag, na een paar flesjes wijn, had ik hem. Weer dat inspiratiemoment. Waar je wel informatie voor nodig hebt en onderzoek. En contact en relatie met je klant. En weten wat past en wat niet past. En hij kwam tot mij. Want hij kwam tot mij. In het Engels. Alsof er een speelfilm werd gemaakt. Met in de hoofdrol. Ministry of Traffic and Transport. En die Amerikaanse announcer met die diepe stem. En ik sprong letterlijk op tafel. Ik ben melig na 3 dagen. En ik riep. Free to move and safe to live. In het Nederlands vertaald werd dat vrij bewegen, veilig leven. Jan Walravens, nu speechschrijver van de koning, toen communicatiemedewerker VNW, sprong op. Ik zag het licht in zijn ogen gaan. Hij is geboren daar in de postkamer, bij wijze van spreken. Ik zeg, maar nu begrijp ik het. Ik dacht altijd dat het doel van mijn bestaan was dijken bouwen, wegen bouwen. Dat is het niet. Dat is gewoon een middel. En doordat wij dijken bouwen, wegen bouwen, zorgen wij ervoor dat je in dit land vrij kunt bewegen, veilig kunt leven. Dat is een verhaal. Argumenten kunnen overtuigen, proposities kunnen imponeren. Maar alleen een goed verhaal resoneert. En dat is ongrijpbaar. Dat is ongrijpbaar wat dat is. Maar wanneer je dat licht aan ziet gaan, wanneer je een groep mensen op ziet springen, die ineens weten wie ze zijn, waartoe ze op aarde zijn, waarom ze de dingen doen die ze dagelijks doen, welk hoge doel ze dienen, hoe ze daar het voortouw, het initiatief in kunnen nemen, dan heb je een enorme impact. Dan heeft zo'n verhaal een enorme impact op leiderschap, op visie, missie ontwikkeling, op strategieontwikkeling, op HR-beleid, op management development, organisatieontwikkeling, propositieontwikkeling. Ik sla 1 case over. RIVM, Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu. Zoals veel kennisinstituten, zo niet alle op dit moment, universiteiten, hogescholen, et cetera, kolommen, eilanden, hopeloos verdeeld, ongelooflijk stuurloos. Want intellect bekommert zich niet om resultaat. Om het even heel genuanceerd te zeggen, je moet als ondernemer leren denken. 6 maanden met ze op weg geweest met de directeur-generaal, managementteam, directieteam, 50 managers. En de vrucht van dat proces is de zorg van morgen begint vandaag. Nou, toen werden ze wakker. Wij zijn de trusted advisor die overheid en samenleving met raad en daad terzijde staat op het ongelooflijk belangrijke en moeilijke gebied van volksgezondheid en leefomgeving. En wat er aan zit te komen aan ziekten, zoonozen, ziekten die van dieren op mensen overgaan. Wat er aan zit te komen aan ziekten die totaal penicilline antibiotica resistent zijn. Als we niet nu beginnen met ons te wapenen voor wat er over 10 jaar aan zit te komen, dan krijgen we een situatie waarin we zaten in de 19e eeuw, dat je dood kon gaan aan een verkoudheid.
En ineens is dat instituut gemobiliseerd, gemotiveerd, geïnspireerd en vastbesloten om die verdeeldheid te overwinnen, krachten te bundelen intern en met externe kennisinstituten, gedreven door dit motto: de zorg van morgen begint vandaag en hier. Toen kwam de crisis van 2009. Een jaar geen business gehad, hard gesaneerd, huis moeten verkopen, auto terug moeten brengen naar de leasemaatschappij, personeel moeten ontslaan, een familielid verloren, een jaar van verdriet, verlies, rouw. Ook een moment van bezinning. Waarom doe ik dit eigenlijk? Wat bezielt mij om dit te doen? En ik had een beeld van mezelf als een timmerman die bij zijn klanten kwam en de hamer liet zien. Kijk eens wat een mooie hamer. Dat hout. Dat is niet zomaar hout. Dat komt uit een 1000 jaar oude eikenboom waar de druïden in het zwarte woud nog hebben staan bidden en toverdrank hebben staan roeren. En dat ijzer, dat is niet zomaar een hamerkop, dat is gesmeed door een wapensmid, een zwaardsmid in Japan, wiens voorvaderen nog zwaarden hebben gesmeed voor samurai. Kijk eens naar mijn mooie hamer. En mijn klant die kijkt me aan en ik wil gewoon een schilderij aan de muur. Ik besefte dat ik zo verliefd ben op mijn instrument, dat ik vergeten was waarom ik het deed. Nou, dan ga je graven in jezelf. En dat is nog moeilijker dan graven in je klant. En ik kwam uit op een gebeurtenis op mijn 16e. Dat we voor het werk van mijn vader, hij was apotheker bij Organon en werd gestationeerd in Athene. En ik kwam op de American High School terecht. En de eerste dag werd ik bij de principal geroepen, de principal's office. Het ziet er overal ter wereld uit zoals je dat in die high school films ziet. Die man keek me recht in mijn ogen aan. En ik doe dit even in het Engels. Hij zei: "Welcome to the American Community Schools. This is a different system than you are used to. Here, you are free. And freedom is like a rope. You can use it to hang yourself. You can use it to climb to the top. It's your choice. And you're responsible for your choices and the consequences of your actions. Now, son, go out there and do the right thing." Ik was vastgenageld. Nog nooit van mijn leven. Zelfs niet door mijn liefhebbende ouders. Had iemand mij zo geraakt. Mijn eerste klas was Engels, English Lit. En het eerste wat we behandelden was een gedicht van William Ernest Henley. En dat gedicht dat heet Invictus. En daar ben ik, 16 jaar, machteloos over mijn lot. Totaal de regie kwijt. Ontworteld uit mijn thuis, neergezet in een plek waar ik niemand kende, waar niemand mij kende. En dit gedicht behandelden we. "Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeoning of chance, my head is bloody, but I'm bowed. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade. And yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate, how charged with punishment the scroll. I am the master of my fate, I am the captain of my soul." Toen ging bij mij het licht aan. Op mijn 16e en op mijn 50e. Want ik besefte dat wat ik wil bereiken met dit verhaalkundige werk is mijn klanten, of het nu individuele coaching is of corporate consulting is, de regie over het eigen lot teruggeven. Want ik weet hoe het is om het niet te hebben. En ik weet hoe zoet het smaakt wanneer je enige invloed kunt uitoefenen op je lot. Ik ben overtuigd door wat die principal me vertelde. Ik ben verantwoordelijk voor mijn karakter en mijn koers. Ik ben verantwoordelijk om inhoud te geven aan mijn identiteit. Ik ben verantwoordelijk om mijn toekomst te vormen en te scheppen. En ik denk dat dat voor ons allemaal geldt. Zeker voor organisaties. De macht, de impact, de invloed van organisaties op samenleving, op mensen is enorm. Is meer dan we beseffen. Zet een groepje mensen bij elkaar. Bundel het talent. Bundel die verschillende karakters. Bundel die verschillende inzichten. Inspireer ze.
met een inspirerend doel, een wenkend vergezicht. Houdt ze bij elkaar en het roept het beste in mensen naar boven. Zet mensen bij elkaar zonder enige visie op karakter en koers van de organisatie. En je haalt het slechtste in mensen naar boven. Ik heb het allebei meegemaakt in de verschillende organisaties waar ik gewerkt heb. En ik tolereer het niet meer. Iedere organisatie heeft naar mijn gevoel de morele plicht om helder en duidelijk te maken aan zichzelf, aan de medewerkers en aan de consumenten. Wie ben je? Waartoe ben je op aarde? Wat is je bestaansrecht? En wat doe je hier? Dat is ook eigenlijk hoe ik wil eindigen. Persoonlijk en zakelijk. Wat is uw verhaal? Hoe geef je betekenis en zin aan wie je bent en wat je doet? En aan je collega's en aan je medewerkers. Want het over cultuurkracht, krachten bundelen, samen ergens voor gaan. Want de cultuurkracht op je afdeling, in je organisatie, is er een gemeenschappelijk hoger doel, een eensgezind streven naar dat gemeenschappelijk en hoger doel? Is een visie op de toekomst? Heb je een voorstelling van wat die toekomst is? The best way to predict the future is to create it, zei Peter F. Drucker. Sommige mensen zien de toekomst alsof het de trein is die aankomt op het station van het heden en je stapt in en je gaat mee. Dat is niet wat de toekomst is. De toekomst is de consequentie en het gevolg van de keuzes die ik hier en nu maak. En de keuzes en beslissingen die ik hier en nu maak, die wortelen in my sense of self, my sense of purpose en my sense of directions. Organisaties met een sterke en gezonde identiteit, die presteren beter, die scoren hoger, bestaan langer, zijn gezonder dan organisaties zonder een sterke identiteit en zonder een eigen en uniek verhaal waarmee ze betekenis en zin geven aan wie ze zijn en wat ze doen. En als er ooit een tijd was waarin wij hongeren om betekenis en zingeving, dan is het nu, in deze morele crisis, in deze tijd van verbroken beloftes en geschonden afspraken. Dus, gaat heen, krijg uw verhaal op orde. Troost u met de gedachte dat het ene en enige verhaal dat je kunt vertellen je eigen verhaal is. En de kracht van je verhaal bepaalt de mate van je succes. En dat is wat ik jullie wens. De kracht van het verhaal. Dank voor de aandacht.